Hier begint de rijke geschiedenis van de KU Leuven. Op 9 december 1425 met de pauselijke bul van Martinus de Vijfde. Fiat et petitur staat er naast zijn handtekening. Het zal gebeuren. Hiermee gaat hij in op het verzoek van het Sint-Pieterskapittel en de stad Leuven om een universiteit op te richten. Dat is meteen de allereerste in de Lage Landen. In 1425, dat is de periode van Jeanne d'Arc en Jan van Eyck. En op dat moment is Columbus zelfs nog niet naar Amerika vertrokken. En de medische wetenschap die staat nog niet veel verder dan tijdens de klassieke oudheid. Het kritische denken kreeg in de 16e eeuw een belangrijke impuls dankzij deze man, Desiderius Erasmus. Hij hielp het Drietalencollege oprichten, waar je Griekse, Latijnse en Hebreeuwse teksten kon bestuderen. Op die manier leerden studenten zelf te denken, op basis van hun eigen lectuur, eerder dan op basis van autoritaire middeleeuwse commentaren. De belangrijkste gebouwen van dit college staan er overigens nog steeds, verborgen in een steegje op de Vismarkt. En er is nog een reconstructie die het verleden mooi weergeeft. Bij de toenmalige Leuvense theologen was Erasmus bepaald niet populair. Integendeel, in hun ogen was het ketterij om terug te keren naar de antieke bronteksten. De methode van Erasmus was wel een belangrijke bron van inspiratie voor latere wetenschappers, zoals Mercator, de cartograaf, of Vesalius, de arts en anatoom. Hier zitten we dan, bij Andreas Vesalius. Hij maakte van het menselijk lichaam dé ultieme bron van kennis. En het is dankzij prachtige boeken zoals De Fabrica hier dat de moderne medische wetenschap werd ingeluid. Maar we moeten hem niet zien als een individueel genie. Net zoals wetenschappers vandaag gaat hij intensief samenwerken met onderzoekers uit Pavia en Bologna. En die prachtige afbeeldingen, wel, die zouden wel eens geïnspireerd kunnen zijn door Titiaan of Da Vinci. In 1636 kreeg de universiteit voor het eerst een centrale bibliotheek. Hier in de middeleeuwse lakenhal tussen de Naamse straat en de Oude Markt. Ook de vele colleges schoten in de 16e en de 17e eeuw als paddenstoelen uit de grond. Al die colleges geven Leuven de typische aanblik van een oude universiteitsstad. Vergelijkbaar met Oxford en Cambridge. Een 18e-eeuwse onderzoeker die we graag nog even vermelden is Jan-Pieter Minkelers, de heer hier aan de linkerkant. Hij vond brandbaar gas uit en dat was ideaal voor de ballonvaart, maar ook de straatverlichting. En dat in de eeuw van de verlichting. Komt dat mooi uit. In diezelfde 18e eeuw zal de universiteit echter op haar grondvesten daveren. In 1797 wordt ze opgedoekt samen met alle andere klericale instellingen. Het duurt dan minstens 20 jaar voor ze terugkeert, maar deze keer als Rijksuniversiteit. Het duurt dan weer enkele jaren voor ze kan terugkomen als Katholieke Universiteit. We duiken de 19e eeuw in, samen met deze Groenlandse walvis, in het Zoologisch Instituut. De walvis behoort tot de collectie van de Leuvense professor Pierre-Joseph van Beneden. Zowel van Beneden als zijn collectie genoten wereldfaam. Van Beneden was overigens een tijdgenoot van Charles Darwin. Maar Darwins evolutietheorie stond haaks op bepaalde opvattingen van de Leuvense professor, die onder meer geloofde dat er voor elke diersoort een onveranderlijke goddelijke mal bestond. Het is pas in de laatste jaren van de 19e eeuw dat het Darwinisme voorzichtig voet aan de grond kreeg in Leuven. Begin 20e eeuw eisen de wereldoorlogen hun tol. Tot 2 maal toe wordt de universiteitsbibliotheek tot op de grond afgebrand. Ze wordt zelfs het symbool van de Duitse vernielzucht. Maar geen probleem, solidariteit schiet in actie en boeken van over de hele wereld komen naar hier. De Amerikanen die richten zelfs een crowdfunding op avant la lettre. En dankzij dat geld wordt deze prachtige bibliotheek opgetrokken. Net na de Eerste Wereldoorlog verwelkomt onze universiteit de allereerste vrouwelijke studenten. In 1920, eindelijk. Ze is daarmee rijkelijk laat.
40 jaar na Gent, Luik en Brussel. En op dat moment moeten die vrouwelijke studenten plaatsnemen op de eerste twee rijen, met een buffer van paters en nonnen tussen hen en dan pas de mannelijke studenten. Kan je dat vandaag nog inbeelden? In 1931 zette deze priester en astronoom Georges Lemaître de wereld op haar kop. Hij stelde vast dat het universum uitdijdt en dat het dus ook ooit moet zijn begonnen. Als een enkel oeratoom of als een kosmisch ei, zoals hij het zelf noemde. Een collega-astronoom lachte Lemaître's hypothese weg als een Big Bang Theory. Maar de theorie brak door en de term werd een geuzennaam. Ook op enkele medische doorbraken mogen we best wel trots zijn. Hier in het Rega-instituut werd onder leiding van de eerste leekrector Pieter de Somer een poliovaccin ontwikkeld. En ook jaren later, in de jaren 90, kwam daar een van de allereerste aidsremmers bij. Maar ook vandaag zijn er nog verschillende doorbraken bij antivirale middelen voor onder andere corona en dengue. De samenwerking met UZ Leuven is van een immense meerwaarde. Leuven Vlaams. Dat was de bekende strijdkreet uit de jaren 1960. Het was een nooit eerder gezien protest van de studenten tegen de gevestigde orde. Tegen de toenmalige Rijkswacht, tegen de autoriteit van de Belgische bisschoppen in de inrichtende macht van de universiteit en tegen de Franstalige professoren. De protesten leidden uiteindelijk tot de splitsing van de universiteit in de Katholieke Universiteit in Leuven en de Université Catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve. De twee kampen zijn overigens ondertussen alweer verzoend en werken best goed samen. Na de splitsing van de universiteit wordt LRD opgericht. Leuven Research and Development. Het doel? Een brug te slaan tussen de wetenschap en de maatschappij. Wetenschap wordt gevaloriseerd door samen te werken met de bedrijfswereld, maar ook spin-offs op te richten. IMEC is waarschijnlijk de bekendste, maar er zijn er nog zoveel meer. Maar niet alles moet meteen worden gevaloriseerd. Niet alles moet geld opbrengen. Een mooi voorbeeld daarvan is wat er hier gebeurt, in de Norbertuspoort in de Abdij van Park. Hier op deze historische site doet men hoogtechnologisch onderzoek naar de Vlaamse polyfonie. Een waardevol stuk muziekgeschiedenis. De universiteit heeft altijd ruimte gelaten voor vele initiatieven. Voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Voor maatschappelijk debat en natuurlijk ook voor onderwijs, waarin verantwoordelijkheid, schoonheid en creativiteit centraal staan. Wars van alle winst. En zo zijn we dan bij de 21ste eeuw toegekomen. Vandaag zit de KU Leuven al lang niet meer onder de kerktoren. Ze zit in talloze partnerships en allianties. Maar ook dichterbij, in Vlaanderen, blijft ze ontzettend groeien. Om af te sluiten geef ik u nog een paar indrukwekkende cijfers. Onze universiteit telt vandaag zo'n 65.000 studenten en 13.500 werknemers en onderzoekers. Een populatie die steeds internationaler en diverser wordt. De KU Leuven is ook een van de meest innovatieve universiteiten van Europa. En ook al hebben we lang niet alle hoogtepunten kunnen overlopen in dit zeer korte overzicht, ik denk dat we veilig kunnen stellen dat we een goede basis hebben gelegd om de volgende 600 jaar op verder te bouwen.